Ik ben Marlijn Twaalfhoven. Ik heb een fantastische compositieopdracht gekregen, namelijk om het verhaal van kinderarbeid in Maastricht te verbinden met de hedendaagse wereld en uit te drukken in een muziekstuk. Voor dat muziekstuk heb ik heel veel Maastrichtenaren opgeroepen om mee te doen, om het echt een collectief statement te laten worden. En dat is Ode to Dignity, dus een ode aan de waardigheid. Vandaag zijn we hier bezig om een klein experiment te doen. Ik heb een stuk geschreven voor 5 trombonisten en ik wil daarmee deze ruimte op een ultieme manier gebruiken. Dus de muzici staan heel ver uit elkaar, zodat je het geluid echt van alle kanten hoort komen. Maar ook het dagelijks leven, dus de stemmen van de mensen en het verkeer, dat verweeft eigenlijk door de muziek heen. Stichter van versteende industrie, Sphinx van klei en vuur, schreef zijn handelssymfonie, gehakt in kraakglazuur. ...29 oktober is iedereen van harte welkom om mee te spelen, mee te zingen, mee te dansen, mee te schreeuwen... ...in de compositie van Merlijn, de Ode to Dignity.